Heer Van Baarle. Voorzitter, in die rechtsstaatverklaring staat inderdaad, zoals net gezegd is, ook een passage over gedrag. Dat bewindspersonen en Kamerleden een voorbeeldfunctie vervullen door integriteitsnormen na te leven. Het belang van democratische waarden, dat die gewetensvol worden ingevuld en dat men bijdraagt aan een bestuurscultuur die bijdraagt aan een positief bestuurlijk klimaat. En voorzitter, ik wil hem gewoon even heel concreet maken. De uitspraken van mevrouw Agema en mevrouw Faber op de eerste dag van hun ministerschap. Namelijk dat zij het dragen van een hoofddoek niks vinden en dat zij zouden wensen dat vrouwen met een hoofddoek die af zouden doen, omdat ze dan voor de vrijheid zouden kiezen. Vindt de heer Ontzicht dat dat soort uitingen in ministeries, waar ook heel veel dames met een hoofddoek werken, bijdragen aan een positief bestuurlijk klimaat en een constructieve sfeer om dit land goed te besturen? Volgens mij hebben ze daarna ook bevestigd dat ambtenaren het recht hebben om een hoofddoekje of enig ander religieus symbool te dragen. En ook dat is bevestigd in het hoofdlijnenakkoord. Het enige verbod op religieuze uitingen wat in het hoofdlijnenakkoord staat, is dat voor boa's. En dat is omdat zij met een uniform, net zoals politieagenten, met gezag bekleed zijn. Dat vinden wij belangrijk, dat er neutraliteit uitstraalt. Dat is namelijk het hele idee van een uniform. Dat je neutraal bent, dat je niet je eigen mening daar hebt, maar dat je handelt, en soms zelfs de zwaardmacht, gewapend, in het geval van een politieagent, ja, uitoefent. Nou, voorzitter, ik vind het echt onbegrijpelijk hoe de heer Ontzicht dit aan het goed praten is. En wat hier gebeurt is eigenlijk een klimaat van onveiligheid en een klimaat van het wegzetten van mensen binnen ministeries laten sluipen, omdat de verantwoordelijken voor die ministeries over al die dames met een hoofddoek zeggen: ik vind eigenlijk hoe jij je religie beleidt, ik vind dat niet kunnen, ik neem daar afstand van. En de heer Ontzicht zegt: ja, we hebben pro forma iets afgesproken en dan moet dat maar kunnen. Nee, dit is het begin van hoe discriminatie genormaliseerd wordt. En voorzitter, ik zie dat ook als het gaat om bijvoorbeeld de tweet van de heer Wilders, waarin de heer Wilders zegt dat de islam een verwerpelijke, haatdragende en gewelddadige religie zou zijn. En dan zegt de heer Ontzicht: ja, het is religiekritiek en over de toon kunnen we van mening verschillen. Meneer Ontzicht, hiermee bent u langzaam maar zeker, als het gaat om de uitspraken van mevrouw Agema en Faber over hoofddoeken en die tweet van de heer Wilders, normaal aan het maken wat niet normaal is. Ja. En wat is hierna normaal? U draagt bij aan een glijdende schaal. Ja. En ik vraag u daarmee te stoppen, voorzitter. Voorzitter, het is duidelijk verankerd dat je in Nederland godsdienstvrijheid hebt. En daar is ook, met uitspraken die tot en met de Hoge Raad gaan, het recht tot kledij is daarop ingegaan. Daar is een felle discussie over geweest, ook bij juristen. Het eerste wetvoorstel van de heer Wilders met het boerkaverbod werd nog als ongrondwettelijk gezien. Het zou een tegenspraak zijn met het EVRM. En uiteindelijk heeft het EVRM geoordeeld, het Europees Hof voor de Rechten van de Mens, dat een staat wel, en dat was in een Franse en daarna in een Belgische zaak, er wel voor mag kiezen om in het kader van de herkenbaarheid gezichtsbedekkende kledij niet toe te staan. Dat is dus niets met religie te maken. Bij hoofddoekjes ligt dat anders. Je hebt het volste recht om die te dragen. Je hebt ook het recht om daar wat van te vinden. En als u bij de rechtsstaatparagraaf kijkt, dan staat daar internationale verdragen. Dan staat daar EVRM. EVRM artikel 10 is de vrijheid van meningsuiting. En het Europees Hof zegt daar dat dat gaat tot en met het recht to shock, to disturb and to offend. Dat is niet wat ik zelf zou doen. Want ik vind het belangrijk om ook een bepaalde inclusie in de samenleving te hebben. Maar andere mensen zullen die vrijheid van meningsuiting ten volle gebruiken. En dat is niet mijn keuze. Dat is ook niet de manier waarop ik tegen de wereld aankijk. Dat zeg ik u in alle eerlijkheid. Maar daarmee beoordeel ik, daarmee wil ik ook van de regering weten, hoe zij omgaan met het antidiscriminatieverbod. Hoe zij ervoor zorg dragen dat iedereen die bij de Rijksoverheid werkt zich daar
veilig en thuis voelt. Dat is belangrijk en daar sta ik voor als lid van deze Tweede Kamer. En daar zal ik de regering ook op afrekenen. Afrondend. Nou, voorzitter, ik had van de heer Omtzigt verwacht, als het gaat om die veilige werkcultuur bij onze Rijksoverheid, dat hij hier gewoon afstand van zou nemen. Want je kan toch niet als minister zeggen, aan de ene kant, ik vind hetgeen wat jij draagt op basis van je religie, dat vind ik gewoon helemaal niks. Ik vind dat je dat af moet doen. En aan de andere kant pro forma zeggen, ja, maar we gaan wel gewoon leuk en aardig met elkaar samenwerken. Als je daadwerkelijk een inclusieve overheid wil, dan passen gewoon dat soort opmerkingen niet, die ervoor zorgen dat heel veel dames die ook bij de Rijksoverheid werken, het gevoel hebben dat nota bene hun eigen bewindspersoon vanwege hun religieuze uiting op ze neerkijkt. Ja. Dus ik vraag nogmaals aan de heer Omtzigt, als u daar echt voor staat, die inclusie, normeer dan. En als u dat niet doet, dan zijn die uitingen niks waard. Ja. Kort antwoord. Ik kies mijn eigen woorden. Ik heb mijn eigen woorden net heel zorgvuldig gekozen. Als iemand zegt, ik vind iets niet, ja, dat mag. Het zijn niet mijn woorden, maar dat waren de woorden die ik gisteren gehoord heb. En dat kan. Ik zou ze alleen niet gebruiken. En daarom wil ik gewoon de bevestiging van de regering dat er vrijheid van religie is, ook voor ambtenaren. En ik denk dat ik die voluit zal krijgen. Kijk, voorzitter, als de kiezer heeft gesproken en mevrouw Jessogus graag wil kijken naar de toekomst, is dat geen reden om normaal te maken wat niet normaal is. En voorzitter, ik vrees toch wel. We hebben in dit debat hebben we net gezien, hebben we tijdens de hoorzittingen gezien. Als we het hebben over bijvoorbeeld die omvolkingstheorie, die verwerpelijk is, die is niet zomaar één keer door mevrouw Faber gezegd namens de PVV, die is 20 keer doelmatig door de PVV de wereld ingeslingerd. Waarbij toenmalig Kamerlid Bosma zelfs de publieke omroep ervan te betichten onderdeel te zijn van een complot om de Nederlandse bevolking te vervangen. De heer Wilders had het over dat leiders de Chamberlains zijn omdat ze de bevolking doen vervangen. En voorzitter, ik vraag aan mevrouw Jessogus, als de kiezer heeft gesproken en mevrouw Jessogus naar voren wil kijken, als we dat even weglaten, dan is het toch gewoon zo dat de VVD door dit te accepteren in het kabinet zegt, dat soort denkbeelden, dat is blijkbaar wel normaal. En vindt mevrouw Jessogus niet dat dat een historische fout is die gemaakt wordt? Voorzitter, dit kabinet bestaat net 24 uur. Wij gaan nu met elkaar het kabinet goed beoordelen op wat ze doen. Het zou best kunnen dat de heer Van Baarle en ik het op een andere manier doen, naar andere elementen kijken, maar we gaan ze er allebei aan houden. Als het gaat over enge complottheorieën, voorzitter, ik heb er helemaal niks mee. Sterker nog, ik zit in de politiek om die te bestrijden. En ook degene te bestrijden die daarvoor staat. En zo zal ik ook iedereen in de Kamer, in het kabinet ook beoordelen. Mij maakt het verder geen bal uit of je oppositie bent, coalitie bent, bewindspersoon bent. Ik heb daar helemaal niks mee en daar sta je ook tegenop. Dat heb ik altijd gezegd, dat zal ik ook doen. En vervolgens als het gaat over normaal maken wat niet normaal is. De heer Van Baarle staat hier net een leus te verkondigen en te zeggen, en dat zal ik ook vooral blijven scanderen, from the river to the sea, omdat ik daarin geloof, omdat ik dat ontzettend belangrijk vind, wetende dat duizenden Joodse mensen in Nederland buikpijn krijgen elk moment dat hij dat uitspreekt. Dus ook hem zal ik daarop bestrijden. Of het nou omvolkingstheorieën zijn of dit soort leuzen, ik zal ze blijven bestrijden. Eerst als minister, nu als Kamerlid. Daar kan de heer Van Baarle zeer van uitgaan. Ja, voorzitter. Het lijkt wel of mevrouw Jessogus en Wilders een onderrondje hebben gehad om vooral dit als verweer te gebruiken in mijn richting. En ik zeg nogmaals, als ik zeg dat Palestina van de rivier tot de zee vrij zal zijn, bedoel ik een Palestina met een toekomst met gelijke rechten voor moslims, christenen en joden. En als daarvan gezegd wordt dat dat te maken heeft met haat, dan heeft u of niet goed geluisterd of probeert u er wat van te maken dat het niet is, voorzitter. En voorzitter, ik hecht eraan om dat gezegd te kunnen hebben. Maar terug naar het punt in de richting van mevrouw Jessogus. Want mevrouw Jessogus probeert net zoals de heer Wilders hiermee af te leiden van de zaak waar het eigenlijk echt om ging. En dat is dat mevrouw Jessogus zegt dat zij fel bestrijder zou zijn van complottheorieën.
Voorzitter, ik heb mevrouw Jessegus niet gezien om dat te doen. Ik heb mevrouw Jessegus niet gezien om de heer Wilders aan te spreken al die tijd op het feit dat de PVV die omvolkingstheorie heeft gebezigd. En mevrouw Jessegus zegt net, het kabinet zit nog kort. Dat klopt. Maar op de eerste dag zeiden mevrouw Agema en mevrouw Faber, zo'n hoofddoek, daar heb ik niet zoveel mee. En mevrouw Agema zei, ik zou graag hebben dat ze die hoofddoek afdoen en kiezen voor de vrijheid. En ik zou aan mevrouw Jessegus willen vragen, wat vindt zij dan daarvan? Deze mensen zijn bewindspersoon en zeggen dit terwijl er ambtenaren werken op hun ministerie met een hoofddoek. Wat vindt mevrouw Jessegus daarvan? Wat vindt zij ervan dat zij dames met een hoofddoek op deze manier te kakken zetten en zeggen dat hetgeen wat zij op basis van hun religie dragen, dat dat een symbool van onvrijheid zou zijn? Voorzitter, wat de heer Van Baarle doet, en hij maakt een hele lange interruptie van in de hoop dat we het begin vergeten, maar dat gebeurt niet. Wat hij hier doet, hè, is zeggen, ik doe die leus hier nog een keer, gewoon voor de tweede keer, waar de meerderheid van de Kamer zich ook over heeft uitgesproken, heeft gezegd, niet doen, ontoelaatbaar. Hij doet het hier nog een keer en hij voegt er even zijn context aan toe. Hij zegt, in mijn context is het oké. Okay. Dus dan doet de heer Van Baarle exact hetzelfde als mensen die rabiate theorieën aanhangen, die zeggen, maar in mijn context kan dit wel. Zou ik niet doen, zeg ik tegen de heer Van Baarle. Zou ik gewoon niet doen. Als je hier wil staan en anderen de maat wil nemen, moet je op zijn minst ervoor zorgen dat je zelf die maat vasthoudt. Voorzitter. Afrondend. Voorzitter, de heer Van Baarle heeft nooit gepleit voor het sluiten van moskeeën of het verbieden van een Koran. Dat zijn de mensen die mevrouw Jessegus in het schild hijst. De heer Van Baarle heeft nooit racistische omvolkingstheorieën de wereld ingeslingerd die komen uit de nazi-literatuur. Dat zijn de mensen die mevrouw Jessegus in het schild hijst en in het kabinet plaatst. En mevrouw Jessegus die kan de zaak afleiden door te komen met die leus. En het is de VVD geweest in al die jaren die verantwoordelijk is geweest voor het grootste racistische schandaal in de Nederlandse geschiedenis, namelijk de toeslagenmisdaad. De VVD die zat toen aan de knoppen. Dus kom mij niet aan met het omdraaien, met dit soort geprepareerde weerwoorden, terwijl de VVD verantwoordelijk is geweest voor het grootste racistische schandaal in de geschiedenis en mensen die nazi-theorieën aanhangen, die propageren, in het kabinet hijst. Kom daar niet mee aan, mevrouw Jessegus. Voorzitter, ik zal tegen de heer Van Baarle zeggen, harde schreeuwen maakt je punt niet beter. Van alles erbij halen wat je op dit moment kunt bedenken, maakt je punt ook niet sterker. En als je hier het bestaansrecht van een land wil ondermijnen en daarna zegt, maar dat is niet zo erg weer als andere dingen. Dit debat gaat. Voorzitter, volgens mij moeten we dit ook niet doen. Volgens mij moeten we ons ook vooral richten op wat mensen vandaag ook terug willen zien. Dat hier een kabinet aan de slag gaat met het oplossen van hun problemen. En daar ben ik het meteen eens met iedereen die daarbij aan toevoegt. Creëer er alsjeblieft bij geen nieuwe problemen. Dat deel ik. Daar staan we zij aan zij. Maar dat is wat het is. De heer Timmermans. Voorzitter, even terug naar 10 januari en de verklaring die u samen met uw coalitiepartners heeft ondertekend. Gekregen op mijn vraag. Heeft u gehad, alleen dat bevalt u niet. De heer Van Baarle. Voorzitter, de heer Wilders die reageerde net als door een adder gestoken om te zeggen, ik ben geen racist. Dat zei hij, ik ben geen racist. En voorzitter, als je jarenlang de meest verwerpelijke uitspraken doet, zoals minder Marokkanen. Zeg dat Marokkanen kolonisten zouden zijn om hier de boel over te nemen. Als je met een spandoek gaat lopen, Arnhem moet geen Arnhemistan worden, alleen maar omdat Arnhem toevallig een Marokkaans-Nederlandse burgemeester krijgt. Mensen die hier naartoe vluchten, vergelijken met rampen, met ziektes. Voorzitter, dan is het toch niet vreemd. Dan is het toch niet gek, zeg ik tegen de heer Wilders, dat mensen zeggen, ja, daar staat een racist. Dat zijn racistische denkbeelden. En tot het moment dat de heer Wilders geen afstand neemt van die verwerpelijke uitingen over Marokkaanse Nederlanders, over vluchtelingen, zal dat verwijt blijven komen. Want het is racisme. En ik vraag hem daar afstand van te nemen. In geen 100.000 jaar. En wij zijn geen racisten. De PVV'ers zijn geen racisten. Onze 2,5 miljoen kiezers zijn geen racisten. Onze bewindspersonen zijn geen racisten. Onze Kamerleden zijn geen racisme.
racisten. En ja, weet u, als iemand nou, ik had het van veel mensen verwacht, of van u eigenlijk ook, maar als iemand nou helemaal geen recht van spreken is, dan is het wel dan is het wel de vertegenwoordiger van de partij die met zijn uitspraak from the river to the sea die het hele Joodse volk en de staat Israël van de landkaart wil vegen. Dat is wat u doet, dat is wat u heeft gedaan. We hebben hier als Kamer nota bene een motie aangenomen met z'n allen, behalve u, die zei dat is zelfs een oproep tot geweld. Dat mag niet. Dus als er nou iemand het toonbeeld is van antisemitisme, van racisme, van geweld oproepen, dan bent u het wel met uw Jodenhaat. Nou, voorzitter. Dit is de reactie waarvan je wist dat die zou komen. En voorzitter, met trots zeg ik dat van de rivier tot de zee Palestina vrij moet zijn wat mij betreft. En dat betekent, voorzitter, dat ik geloof in een vrij Palestina waar Joden, moslims en christenen in gelijkwaardigheid leven. En de heer Wilders die kwam met zijn afleidingsmanoeuvres komen om af te leiden van de genocide die nu plaatsvindt in Gaza, die hij met zijn partij steunt. Maar terug naar het onderwerp. De heer Wilders blijft iemand die de meest verwerpelijke denkbeelden ter wereld in blijft slingeren. Het was de heer Wilders nog die onlangs tweette dat de islam een walgelijke, verwerpelijke, gewelddadige en haatdragende religie zou zijn. Gewoon het geloof van meer dan 1 miljoen Nederlanders weer wegzetten. Zijn bewindspersonen in dit kabinet zeiden gisteren nog, dames met een hoofddoek, die hoofddoek, die moet af voor de vrijheid. Die hoofddoek, die zie ik niet zitten. En ik vraag aan de heer Wilders, niet alleen het racisme, maar ook de onversneden moslimhaat. Neem er afstand van, anders blijft u de man waarvan de mensen zullen zeggen dat het een racist is en iemand die moslims haat. Nou, voorzitter, dat zijn we niet, dus ik kan geen afstand nemen voor iets wat we niet zijn. Wij zijn geen moslimhaters, ik haat helemaal niemand, ook niet moslims. We hebben een probleem met de islam, ja, dat is religiekritiek, dat mag. We hebben andere mensen over het katholicisme of over het boeddhisme, nou, wij hebben dat over de islam. Maar dat is niet over moslims. En over die hoofddoek waar je het over had, dan vertelt u het halve verhaal, want ik heb diezelfde minister Faber erbij horen zeggen, maar het mag. Dus ze zijn welkom om dat te dragen. Jammer dat u dat er niet bij vertelt. Dat is zoals het in de rechtsstaat werkt. Ja, voorzitter. Dat moeten Agema en Faber straks maar gaan uitleggen aan de dames met een hoofddoek die op een ministerie werken, die ze hebben weggezet. Waarvan zij zeggen, wij vinden eigenlijk wat jij draagt, daar kijken wij op neer. Dat zijn de verwerpelijke denkbeelden die op dit moment in dit kabinet zitten. En voorzitter, de heer Wilders neemt geen centimeter en geen millimeter afstand van al die verwerpelijke denkbeelden in de afgelopen tijd. En voorzitter, wat de heer Wilders doet is een soort balletjespel. Hij noemt het dan nu geen omwolking meer, dan heet het toevallig de zeer zorgelijke demografische ontwikkeling. Het is geen moslimhaat meer, maar dan is het opeens religiekritiek. Maar wat hij blijft doen, is mensen in Nederland, Nederlandse moslims, wegzetten, kleineren, haat aanwakkeren. En dat doet hij al 20 jaar lang. Ik zal hem daarop blijven bestrijden. En ik vind het echt een schande en een historische fout dat Omtzigt, Yeshilgus, het accepteren dat met deze maskerade racisme en discriminatie nu zijn geïnfiltreerd in dit kabinet. Ik zal er tot aan het einde van mijn dagen tegen strijden. En daar kan de heer Wilders op rekenen. Nou, ik reken echt op u. Hè. Ik reken op u. Blijft u het vooral doen. Voorzitter, als het gaat om, laat ik één voorbeeld noemen. En nogmaals, we hebben niets met die stomme omvolkingstheorieën waar mensen op basis van een niet bestaand plan, wat totale onzin is, denken dat een bevolking moet worden vervangen. Dus terecht dat wij daar in de meest harde vorm afstand van hebben genomen. Ik herhaal dat nog maar een keer. Maar als het gaat om de hele demografische ontwikkeling en de gevolgen ook van immigratie en asiel, zijn er wel duidelijk problemen, voorzitter. En ik kijk dan bijvoorbeeld naar wat er gebeurt in de grote steden. Laat ik daar een paar cijfers noemen, want dat is waar heel veel mensen, ondanks wat de heer collega Van Baalen van Denk allemaal roept, waar heel veel mensen zich enorme zorgen om maken, iedere dag opnieuw. Dat is de reden dat we de verkiezingen onder andere hebben gewonnen. Omdat u daar overschreeft en scheldt en wij zeggen waar het op staat. Kijk bijvoorbeeld, voorzitter, naar de drie grote steden Den Haag, Rotterdam en Amsterdam en kijk dan naar het aandeel van de allochtone bevolking. Dat zijn gewoon feiten, hè? Ik benoem alleen feiten. Dan zie je dat in 1995 in Den Haag
36% allochtoon was, nu 58%. In Rotterdam was dat in 1995 35%, nu 56%. En in Amsterdam was dat in 1995 41%, nu 59%. En dat is iets wat je mag benoemen. Dat is iets waar je beleid op moet kunnen voeren. Dat, je bent geen racist als je zegt dat mensen zich soms niet meer in hun eigen wijk en straat herkennen en dat je die problemen serieus moet nemen. Daar is niets engs aan. Half Nederland vindt dit en half Nederland wil dat er wat aan gebeurt. En wat ben ik blij en trots dat er nu een kabinet zit wat in ieder geval met de invalshoek van asiel en immigratie daar wat aan gaat doen. De Jette. En voorzitter, al die cijfertjes waar de heer Wilders net zo denigrerend over sprak, dat zijn gewoon Nederlanders. De heer Van Baarle. Voorzitter, hier staat zo iemand uit zo'n grote stadswijk, uit een oude stadswijk in Rotterdam. Hier staat zo iemand, voorzitter. En ik ben het echt spuugzat dat de heer Wilders de mensen uit mijn wijk, die proberen een toekomst te bouwen in onze samenleving, blijft wegzetten als een probleem. Hij zei het net letterlijk, de islamitische slagerij, mensen in djellabas, dat je dan Nederland niet meer zou herkennen als Nederland. En ik zou tegen de heer Wilders willen zeggen, die mensen in een djellaba, de islamitische slagerij, dat is Nederland. Dat hoort bij Nederland. En ik vraag aan de heer Wilders of het niet gewoon tijd is dat hij daaraan gaat wennen. Dat hij eraan gaat wennen. Dat al die mensen, ook in mijn wijk, die samen, ondanks hun verschillen, een toekomst proberen op te bouwen, bij Nederland horen. En dat het daarom niet past om te zeggen dat mensen zich niet meer herkennen alleen maar omdat er mensen in een djellaba rondlopen of dat er een islamitische slagerij staat. Dat hoort bij Nederland. Wen daaraan, zeg ik tegen de heer Wilders. Ben u wel eens in Kanaaleiland geweest? In Kanaaleiland, nogmaals, het is niet dat er een islamitische slagerij en weet ik wat komt. Een hele wijk is totaal getransformeerd van een wijk waar Nederlandse autochtonen wonen tot, als er nog drie wonen, is het veel. Serieus, in een wijk waar tienduizenden mensen wonen. En ik heb dat meegemaakt. Ik heb daar zelf gewoond, in Utrecht. Ik zat in de gemeenteraad van Utrecht, voor de VVD nog. En ik zat daar en ik moest iedere dag, ik werkte ook in Den Haag, ik moest iedere dag, wat ik al zei, moest ik mijn auto daar parkeren. Voorzitter, ik ben daar weggevlucht. Weg moeten vluchten voor mijn eigen veiligheid. Maar ook gewoon omdat niemand sprak meer Nederlands. Niemand sprak meer Nederlands in die wijk. Als ik naar de winkel ging, dan moest ik... ik kon bijna niet meer naar die winkel gaan. Dus dat is het. Ik heb niks tegen mensen die in Nederland zijn en die het beste van hun leven proberen te maken. Ik zou zeggen, doe dat. En natuurlijk, dan hoor je erbij. Maar we zijn totaal doorgeslagen. We zijn doorgeslagen. En mensen maken zich daar gerust, maken zich daar terecht problemen van. Maken zich zorgen. Merken het in een gezin, in een straat. En ik zeg, jongens, we kunnen dat niet meer aan. We moeten dat wat minder maken. En dat gaat nu eindelijk gebeuren. En dat is hartstikke goed. Ja, voorzitter, in Kanaaleiland ben ik ook geweest. En voorzitter, als de heer Wilders zegt, bijna niemand spreekt meer Nederlands op straat, dan vraag ik me echt af of hij in de tijd dat hij daar woonde überhaupt wel met mensen sprak. Want ik zie daar mensen, talentvolle jongeren met diverse achtergronden, die misschien wat beter Nederlands spreken dan de heer Wilders. En hij zet ze weg als het probleem. Hij zegt net letterlijk, die wijk die zag ik transformeren. Absoluut. Omvolking puur zang, zou ik willen zeggen. En hij legt daarmee de schuldvraag van de problemen in de samenleving neer bij mensen met een andere afkomst. En dat is filijn, voorzitter. Want als we het hebben over de problemen in onze wijken, dan gaat dat om falend beleid. Dan gaat dat om een overheid die jarenlang onvoldoende heeft geïnvesteerd om de sociale woningbouw peil te houden. Om ervoor te zorgen dat er voorzieningen zijn in die wijken. En dat u dat niet ziet, maar mensen met een andere afkomst daarvan de schuld geeft, is giftige politiek, zeg ik tegen de heer Wilders. Giftige politiek. Ik geef niemand de schuld. Maar allebei is waar. Dus wel de overheid die dat niet had moeten toestaan. En eindelijk gaat de overheid nu die migratie en asiel wat beperken. En ja, ik heb er ook heel veel moeite mee dat mensen, en dat zijn vaak mensen die er ook heel lang in Nederland zijn, hoor, zeker oudere generaties, die nog steeds geen woord Nederlands praten. Die zijn er, daar barst het van. Dat vind ik ook niet kunnen. En dat zeg ik zolang ik hier sta. Ja, voorzitter. Tot slot over het balletje spel wat de heer Wilders
deed over de omvolkingstheorie, waarvan hij nu opeens zou betreuren dat het niet bedoeld is zoals het bedoeld is vanuit de nazistische theorie. Voorzitter, het was de heer Bosma in een andere rol die letterlijk in een debat namens de PVV zei: wat ik zei is niet vrijblijvend. Het is een bittere noodzaak om de macht van de elites in te perken. De ideeën van links-liberaal of zo wild hoog opgeleid voeren ons richting de ondergang, de vernietiging van het volk door omvolking. Een elite die omvolking bewerkstelligt. Het was ook de heer Bosma namens de PVV die zei: de NPO, onze nationale omroep, staat voor de nationale propaganda voor de omvolking. Dus niet alleen de elites, ook de nationale omroep is er verantwoordelijk voor. Voorzitter, en dat was de heer Wilders in 2008. In 2008 die zei: de leiders in Europa zijn niet zoals Churchill, maar zoals Chamberlain, die onze cultuur en identiteit uitverkopen aan de vijand en de islam. Het is niet één keer gebeurd. Het is tientallen malen gebeurd. Vunzige, racistische complottheorieën waarbij elites en zelfs de nationale omroep verantwoordelijk zouden zijn voor het vervangen van het Nederlandse volk. Uit het spoorboekje van het nationaal socialisme. Die theorieën uiten. En ik zeg tegen de heer Wilders: het is totaal ongeloofwaardig om nu, dat u aan de macht kunt proeven, te doen alsof u het niet zo bedoeld is, heeft. Het is donders goed zo bedoeld. En de meneer die naast u zit, nu in een andere rol, die weet dat ook. Nou, voorzitter, ik laat mij niet in de hoek van nationaal socialisme. We zijn precies het tegenovergestelde, dus ik ga niet in op deze totale bullshit. De Bontebal. Voorzitter, toch daar gewoon een opmerking over. Want de uitspraken die gedaan zijn in het verleden, het klopt gewoon niet wat u zegt. Ik lees een tweet. Wat een ongelooflijke slappe hap van deze minister-president. Deze minister-president die zegt dat hij een minister-president wil zijn voor iedereen en van iedereen. En voorzitter, dan kan het niet zo zijn dat deze minister-president met pro forma antwoorden komt, zoals: er is een rechtsstaatverklaring getekend en ik houd bij dit korte antwoord. Als er ministers in zijn kabinet zitten die niet alleen de racistische omvolkingstheorie in het verleden hebben verspreid, maar ook met racistische spandoeken liepen toen Arnhem een Marokkaans-Nederlandse burgemeester kreeg, het hadden over de islamisering van de zorg, mensen daarmee wegzetten. Ik vraag aan de minister-president, die daadwerkelijk een minister-president wil zijn, om te normeren. En mijn vraag is: waarom doet hij dat nu niet? Meneer de voorzitter, op de vraag over normering ben ik denk ik net heel duidelijk geweest. Racisme, complottheorieën, discriminatie zullen in dit kabinet, in het kabinet Schoof, niet de maat zijn. Op geen enkele wijze. Dat zal niet gebeuren onder mijn verantwoordelijkheid. Nou, voorzitter, dan ziet het een minister-president, als een minister-president dat ook vindt, om concreet te normeren. Het was nota bene op de eerste dag van het ministerschap van mevrouw Agema en mevrouw Faber dat deze twee ministers zeiden: een hoofddoek, daar heb ik niks mee. Zo'n hoofddoek, die moet je eigenlijk afzetten als je voor de vrijheid kiest. En deze minister-president is de minister-president van een rijksoverheid waar heel veel dames met een hoofddoek werken. En wat is nu uw boodschap aan al die dames met een hoofddoek? Die twee bewindspersonen hebben die zeggen: ik vind zo'n hoofddoek vind ik helemaal niks. Ik vraag de minister-president om van dat soort uitspraken, om daar gewoon afstand van te nemen. Te zeggen: dat past niet in mijn rijksoverheid. Zo'n hoofddoek, dat hoort erbij, dat is uw goed recht. En ik accepteer het niet als twee ministers dat wegzetten en zeggen dat je die af zou moeten doen. Is de minister-president bereid om te normeren? Meneer de voorzitter, ik heb net in mijn inleidende tekst expliciet gezegd: met of zonder hoofddoek. Afrondend. Ja, voorzitter, met dit soort antwoorden. Weet je, met gewoon algemene uitingen, maar het wel laten gebeuren. Het wel laten gebeuren, niet normeren. Niet normeren op het moment dat twee ministers uitspraken doen die gewoon direct in strijd zijn met wat u in uw inleiding zegt. Door het te laten passeren, ondergraaft u uw eigen inleiding.
En als dit een minister-president gaat zijn die daadwerkelijk ervoor moet zorgen dat er een regering komt voor iedereen en dat discriminatie nooit de maatstaf zal zijn, dan hebben we in Nederland een hele moeilijke toekomst tegemoet, want deze minister-president weigert zich op maar een enkele manier uit te spreken over de verwerpelijke uitingen die zijn gedaan door de PVV-bewindspersonen in zijn midden. En dat is een schande, voorzitter. Die bewindspersonen spreken. Kunt u daar ook op reflecteren? Meneer voorzitter, ik denk dat de heer Bontebal gelijk heeft dat het om daden en woorden gaat. Wat mij betreft, u heeft gelijk. Aan de binnenkant, dat is aan het kabinet. En ik zal aan de binnenkant net zo goed politiek leiderschap laten zien, alleen zal u dat dan niet zien, als aan de buitenkant. En ik hoop dat u daar wel ziet. Wat er dan vervolgens gebeurt, dat zit in de categorie als dan. Als we daar komen, dan gaan we daar met elkaar ongetwijfeld weer over in debat. Maar dat parkeer ik even, want dan voor het weet gaan we met elkaar in allerlei casuïstieken in. En dat lijkt me erg onverstandig om die casuïstieken successievelijk allemaal te gaan aflopen. En ik hoop dat u mij de vrijheid gunt om daar ook de komende periode gewoon met elkaar een goede manier in te vinden. En ik hoop en verwacht eigenlijk natuurlijk dat we in dit kabinet de discussie niet of nauwelijks zullen hebben, omdat we het op dat punt eens zijn waar het rechtsstaat betreft. Maar als dat wel onderwerp van discussie wordt, dan zal ik daar ook gewoon echt intern politiek leiderschap laten zien. Maak zich daar geen zorgen over. Dank u wel. De heer Van Baarle. Ja, voorzitter. Als gevraagd wordt naar de rechten van dames met een hoofddoek in dit land en gewezen wordt op uitspraken van ministers die daar gewoon tegenin gaan, dan komt deze minister-president niet verder dan een grammofoonplaat van algemeenheden. En ik vind dat echt schokkend voor iemand die de leider van het land wil zijn. De minister-president die gaf net aan dat hij zijn persoonlijke geschiedenis met zich meebrengt. En dat klopt. En voorzitter, wat voor heel veel mensen als een grote zorg speelt rondom deze minister-president, is dat deze minister-president, toen hij verantwoordelijk was bij de NCTV, een aanpak heeft aangeprezen waarbij informanten zijn gestuurd naar moskeeën, waardoor heel veel Nederlandse moskeebestuurders en Nederlandse moslims het gevoel hebben, en sterker nog, het is daadwerkelijk gebeurd, dat in het geniep de Nederlandse overheid spionnen naar ze heeft gestuurd om ze te bespioneren. En deze premier was daar verantwoordelijk voor om die aanpak aan te prijzen. En ik vraag hem hoe al die moskeebestuurders, al die Nederlandse moslims die te goede trouw naar die moskee gingen, die zich hierdoor geschoffeerd voelden door hun eigen overheid, dan naar moeten kijken als ze deze meneer nu zien, via u meneer de voorzitter, als hun premier. Meneer de voorzitter, ik ben blij dat u deze vraag stelt. In de periode dat ik NCTV was, waren er, en dat praat ik over de periode 13, 14, 15, waren er in Europa grote aanslagen. U kunt zich herinneren Bataclan, u kunt zich ongetwijfeld herinneren Brussel, en ik kan nog wel even doorgaan. Er was een groot gevoel van onveiligheid in Europa en ook een groot gevoel van onveiligheid in Nederland. Ik begon als NCTV en een van de eerste dingen die ik heb gedaan, slash moest doen, was het verhogen van het dreigingsniveau in Nederland, naar het hoogste niveau. Dat is jaren niet voorgekomen. In die context heb ik op het scherp van de snede, in het belang van de veiligheid van Nederland, maar altijd binnen de wet, gezocht naar manieren, niet om bevolkingsgroepen te traceren of uit te sluiten, maar te zoeken naar een potentiële terroristen in de Nederlandse samenleving en te kijken of daarvoor methoden beschikbaar waren. Dat is één. Twee, ik sta hier een beetje ongemakkelijk. Want er is politieke verantwoording over afgelegd en nu ben ik opeens zelf de minister-president, terwijl er al politieke verantwoording is afgelegd en daarom ben ik begonnen met wat ik aan het begin zei. Dank u wel. Nou ja, voorzitter, alweer zo'n pro forma antwoord. Gewoon van het oplepelen van algemeenheden en procedurele uitingen. Dit is gewoon een minister-president die in het verleden onder het mom van het beschermen van de veiligheid een aanpak introduceerde om spionnen te sturen naar moskeeën. Gewoon tegen gemeenten zei, weet u wat u moet doen als gemeente? Stuur maar mensen naar een moskee zonder dat ze kenbaar maken dat ze dat doen, zodat die persoon kan gaan opschrijven
Het is gewoon letterlijk gebeurd. Welke families daar komen, met wie ze wel of niet ruzie hebben, wat ze met elkaar bespreken. Dat is allemaal opgetekend, naar die gemeente gestuurd, naar die NCTV. Met de NCTV gedeeld. En voorzitter, als spionnen afsturen op moskeeën, informanten afsturen op moskeeën, een werkwijze is geweest, dan spreekt daar toch alleen maar wantrouwen uit in de richting van Nederlandse moslims en moskeeën. En ik vraag de minister-president om daar gewoon afstand van te nemen, van die praktijken om gemeenschappen met wantrouwen te bejegenen. Meneer de voorzitter, in mijn optredens NCTV heb ik nooit het oogmerk gehad om groepen te wantrouwen, om groepen uit te sluiten, specifieke groepen te benaderen. Maar het te maken met een actuele, hoge terroristische dreiging. En binnen de wet is gezocht naar mogelijkheden om daarmee om te gaan. Wat betreft het politieke onderdeel hebben de minister van Justitie hebben daar de politieke verantwoording over afgelegd. En daar sluit ik me als minister-president vanzelfsprekend bij aan. Ja, voorzitter. Ik concludeer dus dat deze minister-president dit gewoon blijft verdedigen. En dat zegt wat over het wereldbeeld van deze minister-president. Want als het normaal moet zijn, in het wereldbeeld van een minister-president, om in het geniep informanten te sturen naar moskeeën, waardoor nog steeds heel veel moskeebestuurders tot op de dag van vandaag het gevoel hebben, waarom heeft de Nederlandse overheid mij in het geniep bespioneerd, dan maak ik me ernstig zorgen. En dat vind ik in de minister-president onwaardig, dat de minister-president dat blijft verdedigen. En dat zegt wat over het wereldbeeld achter deze minister-president. Meneer de voorzitter, misschien goed als ik er toch nog één woord over zeg. Want ook in de politieke verantwoording van de toenmalige minister van Justitie, dit specifieke punt, is meer gezegd dan alleen maar puur het verdedigen. En is de politieke verantwoordelijkheid ook genomen voor het feit dat het misschien toch op een andere manier en met betere informatie naar de gemeente toe had gemoeten. Maar ik blijf herhalen, op geen enkele manier is in die periode van hoge spanning is geprobeerd dat zodanig te doen dat je op zoek ging naar de individuen en nooit naar groepen. Voorzitter, wat een amateuristisch zootje. Maar voorzitter, laten we niet vergeten waar het hier echt om gaat. Waar het hier om gaat, is al die vrouwen in Nederland die hebben gezien wat de uitingen zijn geweest van twee bewindspersonen in dit kabinet. Namelijk dat je je hoofddoek maar moet afdoen voor de vrijheid en dat ze neerkijken op mensen die een hoofddoek dragen. Het gaat om die vrouwen die zich op dit moment zorgen maken over hun religieuze vrijheden en al die vrouwen met een hoofddoek die op dit moment bij de Rijksoverheid werken. Daar gaat het nu om. En als je dan als verantwoordelijk bewindspersoon die tweet heeft gestuurd, naar te weten dat al die vrouwen zich zorgen maakt, dan nog een tweet gaat plaatsen om daar even overheen te provoceren, dan ben je niet alleen amateuristisch, dan ben je gewoon kwaadaardig. Want je weet dat het die vrouwen pijn doet. Je weet dat je die vrouwen met een hoofddoek daarmee schoffeert. En ik vraag de minister-president daarop in te gaan. Op de zorgen van al die vrouwen en de zout in de wond die nu gestrooid wordt door mevrouw Agema om daar nog een beetje overheen te provoceren. Geeft dit kabinet wel om die vrouwen, vraag ik u. Voorzitter, ik heb en ik blijf dat doen en ik kan dat ook met een andere stem doen, met een stemverheffing doen of niet. Die vrouwen hoeven zich echt bij dit kabinet totaal geen zorgen te maken. Daar staat ook iedereen in dit vak, staat daarvoor. Er is de vrijheid om die hoofddoek te dragen, om religieuze overwegingen. Niets staat dat in Nederland in de weg. Niets staat wat betreft het kabinet elke persoon dat in de weg om dat te doen. En dat geldt, en dat heb ik al een paar keer gezegd, ook op de werkplek, ook op de ambtelijke werkplek. En ik weet zeker ook op de ambtelijke werkplek van het ministerie van VWS. Laat daar geen enkel misverstand over bestaan. En als men dat, zeg maar, nou niet, ik vind het belangrijk om dat nog eens een keer expliciet tegen al die vrouwen die een hoofddoek willen dragen, het staat u vrij om dat te doen. En als u werkt bij de overheid, staat u dat vrij om dat te doen. En voorzitter, terwijl de minister-president dat zegt, staat hij volledig in zijn hemd, want die tweet, die staat nog steeds. Die tweet waarmee mevrouw Agema doelbewust
terwijl vrouwen zichzelf zorgen maakten, een beetje wilden gaan sarren over de rug van die vrouwen die zich zorgen maken, die staat nog steeds. En deze minister-president blijft in zijn hemd staan, blijft ongeloofwaardig, zolang dit gedrag niet gesanctioneerd wordt. Zolang dit gedrag niet genormeerd wordt. Geen millimeter afstand neemt hij ervan. Die tweet staat nog steeds en die uitspraken staan nog steeds. Deze man is het gezag kwijt en al die dames in de samenleving met een hoofddoek die zich nu zorgen maken, die zijn daarvan de dupe. Ik vind het een dieptepunt en het is het levende bewijs, het zoveelste bewijs, dat je nooit moet regeren met de PVV. Voorzitter, dit kabinet, en dat heb ik nu een aantal keren gezegd, en wat er ook getweet wordt, dit kabinet staat voor de vrijheid van vrouwen om een hoofddoek te dragen, ook om religieuze redenen, welke reden dan ook, maar de religieuze daar denk ik een hele belangrijke van. En dat heb ik hier nou meerdere keren herhaald, namens alle leden van het kabinet. En dat blijf ik herhalen. En dat blijf ik herhalen, bij wijze van spreken, tot ik bij neerval. Maar ik vind het een kernwaarde van onze democratie dat het moet kunnen. En daar staat dus dit kabinet voor en daar nemen we niets op terug. De heer Omtzigt. Dank u, voorzitter. En dank aan de minister-president. Volgens mij is die volstrekt helder waar het kabinet voor staat. Helderder dan andere kabinetten ooit geweest zijn op dit. Ja, voorzitter. Om gewoon even heel scherp te krijgen welke ambitie dit kabinet zichzelf stelt op het thema armoede. Begreep ik nou net dat de minister-president zei dat het kabinet ernaar streeft om de armoede niet te laten stijgen? Is dat hoe het kabinet op het thema armoede de doelstelling zich voor zich ziet? Nou, u kent de definitie in het hoofdlijnakkoord. Dat is de armoede perken tot het niveau van 2024. En dat is al erg genoeg. En als we het daarop kunnen houden, dan denken wij dat we al een ontzettend belangrijke stap hebben gezet. Namelijk te voorkomen dat de armoede de komende periode nog verder stijgt. Ja, voorzitter, ik vind dit echt een fletse doelstelling. Als het gaat om armoede. Armoede betekent dat mensen gewoon letterlijk onvoldoende middelen hebben om de maand door te kunnen komen. Geen sportschoenen kunnen kopen voor hun kinderen. Geen vlees bij het eten hebben. En dan zegt dit kabinet, wij stellen ons als doel om ervoor te zorgen dat de armoede niet toeneemt. Nee, je moet ervoor zorgen dat het afneemt. Je moet ervoor zorgen dat we zoveel mogelijk mensen uit de armoede halen en daar een doelstelling op stellen. Waarom dat slappe doel? Om eigenlijk te zeggen, nou, we zijn al tevreden als het niveau mensen in armoede op het niveau van 2024 blijft, dan hebben we ons doel gehaald. Dat is toch een totaal verkeerd signaal? Ik herhaal dat armoede echt een zeer serieus probleem is. En ik geef het je maar te doen inderdaad. Als je een alleenstaande moeder bent of een alleenstaande vader, je zit zeg maar op een heel laag inkomen of zonder inkomen. Het lijkt mij ontzettend ingewikkeld om dan je plezier en je perspectief in je leven te houden. Dat is precies de reden waarom we zeggen, we willen echt iets aan die armoede doen. En tegelijkertijd weten we dat als we niets doen, de armoede zou blijven stijgen. Daarom zitten er in het hoofdlijnenakkoord een aantal maatregelen die in ieder geval op gericht zijn om die stijging af te buigen. Dat vind ik geen slap doel. Dat is al een heel stevig doel, want het is al heel ingewikkeld om te voorkomen dat die armoede stijgt en daar zetten we ons volop in. Nee, voorzitter. Ik vind dat helemaal geen stevig doel. Ik blijf zeggen dat ik dat een slap doel vind. Want als dit kabinet zich erbij neerlegt en zichzelf een krul geeft op het moment dat het aantal mensen in armoede niet stijgt, is dit kabinet dus tevreden met zichzelf als we het aantal mensen dat nu in armoede zit nog steeds in armoede blijft. En het vorige kabinet koos er wel voor om een target te zetten op de daling van de armoede. Niet dat ik het op alle punten eens was met dit kabinet, maar dit vorige kabinet was er ambitieuzer op. En dit is gewoon een afzwakking van de doelstelling. En ik accepteer gewoon echt niet als dit kabinet blijft zeggen, al die mensen die nu in armoede zitten, wij zijn tevreden over onszelf als aan het einde van de rit die mensen nog steeds in de armoede zitten. We hebben het in ieder geval niet laten stijgen. Kom op, het gaat om mensen die, zoals ik net zei, hele fundamentele dingen niet kunnen betalen. Toon wat meer ambitie, zeg ik, in de richting van deze minister-president. Wij zijn helemaal niet tevreden als we de armoede
zeg maar weten te beperken dat die stijgt. Want dat is namelijk wat er aan de hand zou zijn als dit hoofdlijnenakkoord niet had gelegen. Dat is onze ambitie, maar dat wil niet zeggen dat we daarmee tevreden zijn. We zijn pas tevreden als de armoede weg is. Maar die armoede krijg je niet zomaar weg. Er worden allerlei maatregelen genomen om die stijging van die armoede in ieder geval om te buigen. Dat is ontzettend belangrijk. En dat is al moeilijk genoeg. Maar dat gebeurt vanuit de diepe overtuiging bij de leden van dit kabinet dat we echt iets aan die armoede moeten doen. En nee, we zijn helemaal niet tevreden. Maar we denken wel, we hebben in ieder geval een belangrijke stap gezet. De heer Dijk. Voorzitter, wij leren zo de minister-president een beetje kennen langzaamaan. Hij zei net, ik voel ontzettend mee. Des te beter. De minister-president. Dank. De heer Stoffer vroeg aan mij en, op twee verschillende manieren. Maar de eerste vraag was of ze bereid ben op 7 oktober passende aandacht te geven aan de gruwelijke aanslag in Israël. En ik denk dat, ik neem die mee terug naar het kabinet, die vraag. Op welke manier en of wij daar, zeg maar, hoe wij daar vanuit het kabinet aandacht aan willen geven. De heer Stoffer vroeg mij ook voor de algemene politieke beschouwingen terug te komen op waar we aan toe zijn ten aanzien van de verplaatsing van de Nederlandse ambassade van Tel Aviv naar Jeruzalem. En hij verwees daarbij ook naar de woorden van het hoofdlijnenakkoord en dat ga ik ook doen. En dat luidt dat het kabinet onderzoekt wanneer de verplaatsing opportun is en kijkt daarbij ook naar de oplossing van het Israëlisch-Palestijnse conflict en de bredere diplomatieke belangen. En verplaatsing ligt alleen voor de hand als het onderdeel kan zijn van een breder vredesproces. Maar de minister van Buitenlandse Zaken zoekt naar een manier en een moment om hierop terug te komen. En dat zal voor de algemene politieke beschouwingen zijn. De heer Van Baarle. Voorzitter, beseft de minister-president wat een ongelofelijke klap in het gezicht van de Palestijnen dit is. Namelijk dat dit kabinet het voornemen heeft om de Israëlische regering te gaan belonen voor al die decennia misdaden. Nog steeds wordt illegaal het land van de Palestijnen door de Israëli's afgepakt. Het aantal illegale nederzettingen wordt bijgebouwd. Het gaat door. We zien de verschrikkingen in Gaza. En dan gaat dit kabinet onderzoeken om de Israëlische regering daarvoor te belonen door de ambassade te verplaatsen naar Jeruzalem. Dat is toch een totaal verkeerd signaal gezien de oorlogsmisdaden die de Israëlische regering pleegt. Voorzitter, ik herhaal, we gaan het onderzoeken in de context van een brede vredesproces. En ook passend binnen de oplossingen van het Israëlisch-Palestijns conflict. Ja, voorzitter, je gaat toch niet iets onderzoeken wat neerkomt op een cadeautje voor de Israëli's, terwijl de Israëli's op dit moment oorlogsmisdaden plegen, illegaal het land van de Palestijnen afpakken. Beseft de minister-president wel wat de Israëli's op dit moment doen? Mag ik hem vragen of hij überhaupt erkent dat de Israëlische regering op dit moment misdaden pleegt tegen de Palestijnen? Erkent hij dat het land van de Palestijnen illegaal wordt afgepakt? Erkent hij dat de Israëlische regering ervoor zorgt dat er op dit moment een slachting verricht wordt in Gaza? Erkent deze minister-president dat? Voorzitter, het is goed. Ik had het net over 7 oktober, afgelopen jaar. Laten we dat ook vooral niet uit het oog verliezen. Een zware terroristische aanval van Hamas. En ik denk dat het goed is ook dat in uw betoog toe te voegen. Laat ik dat van mijn kant in ieder geval doen. Want dat geeft juist de context weer. Want in de afgelopen periode de intensivering van het Israëlisch-Palestijns conflict heeft plaatsgevonden. Met betrekking tot oorlogsmisdaden was er ook een vraag van mevrouw Ouwehand. Namelijk hoe ik aankijk tegen de arrestatiebevelen die de openbaar aanklager van het Internationaal Hof van Justitie heeft uitgevaardigd tegen de 3 leiders van Hamas en 2 leden van de Israëlische regering, waaronder Netanyahu. En het gaat om een verzoek van de aanklager Kaan aan het Internationaal Strafhof om arrestatiebevelen zeg maar, tegen de net genoemde uit te vaardigen. Er zijn nu de rechters van het Hof om hierover te besluiten. En Nederland respecteert de onafhankelijkheid van het Internationaal Strafhof, zoals ook bij een nationale zaak niet gebruikelijk is om uitspraken te doen over het werk van het Openbaar Ministerie, is het ook hier niet aan mij om inhoudelijk te spreken over het werk van het Internationaal Strafhof. Voorzitter, ik hoorde deze minister-president net heel stellig over de aanval van Rusland op Oekraïne. Hoorde de minister-president daar heel stellig over. Wat Israël doet, is in grote lijnen hetzelfde. Wat Israël doet is illegaal het land van de Palestijnen annexeren.
illegaal het land van de Palestijnen afpakken. En dat doen ze al tientallen jaren. En ik hoorde minister-president die harde woorden niet gebruiken over de Israëlische regering. En daarmee verschilt deze minister-president eigenlijk niets van zijn voorganger Mark Rutte. Het lijkt er alles op dat hij blijft wegkijken van de misdaden van de Israëlische regering. De Israëlische regering zelfs nog een cadeautje wil gaan geven. En de Palestijnen in de steek laat. En voorzitter, ik vind dat de minister-president dat zich moet aantrekken. Ik vraag hem om oog te hebben voor de positie van de Palestijnen en de misdaden van de regering Netanyahu te veroordelen. Doe dat, anders laat u zien dat u selectief bent. Voorzitter, dat zal ik niet doen. Er ligt een uitgebreid, zeg maar, er is in de Kamer ook de afgelopen periode regelmatig hierover gesproken met het vorige kabinet. En in dit geval is er een grote consistentie in het beleid van ons kabinet ten opzichte van het vorige kabinet. Daar heeft u volkomen gelijk in. Mevrouw Ouwehand. Voorzitter, dank. Dank voor de beantwoording van mijn vraag over de arrestatiebevelen die het internationaal gerechtshof... Twee dagen van u gezien. U heeft gezien dat ik het van onze mensen opnam. Ik zal dat ook blijven doen. En ik heb nooit iemand, ook niet degene die u noemt, voor nazi, fascist of racist uitgemaakt. Dat is van een totaal andere orde. En dat zal ik ook nooit doen. En als ik dat had gedaan, had u dat ook nooit geaccepteerd. De heer Van Baarle. Voorzitter, dat de heer Wilders het woord heksenjacht in de mond neemt, terwijl de heer Wilders 20 jaar lang, zonder genade, met de meest keiharde woorden, een jacht heeft uitgevoerd op Nederlandse moslims, Nederlandse Marokkanen en minderheden, met de meest verwerpelijke uitingen, is echt de grootste hypocrisie die er bestaat. En de heer Wilders die kan hier de boel omdraaien. Maar het zijn zijn bewindspersonen namens de PVV die in de afgelopen tijd die verschrikkelijke uitspraken hebben gedaan. Het was mevrouw Agema die zei, zet dat hoofddoekje af, want dan kies je voor de vrijheid. Het was mevrouw Faber die zei, ik heb niks met hoofddoeken. Dat waren gewoon de uitingen. En dan past het niet dat de heer Wilders gaat wijzen naar de linkerkant van de Kamer, dan moet hij naar zichzelf kijken. Hij heeft laten zien dat zijn bewindspersonen er een janboel van maken. En hij heeft ook laten zien dat hij in de coalitie er totaal overhoop ligt met zijn coalitiepartners. Zijn bewindspersonen zijn bewindspersoon onwaardig. Hij kan het in de coalitie niet reilen en zeilen. En hij ziet niet in dat hij het is geweest die altijd een jacht heeft uitgevoerd op Nederlandse moslims en minderheden. Dit is selectiviteit waar de heer Wilders zich zou voor moeten schamen, voorzitter. Voorzitter, wat ik al zei. Het is een linkse heksenjacht en Denk loopt daarbij voorop. Natuurlijk mag je kritiek op elkaar hebben, maar wat unfair is, is als bewindspersonen, kandidaat-bewindspersonen, tijdens hoorzittingen verklaren dat ze iets niet hadden moeten doen. Dat ze in de context eerder hadden moeten zien en daar afstand van hadden moeten nemen. Dat ze zeggen dat nooit meer te zullen gebruiken. Dat ze zeggen dat ze zich aan de alle verklaringen van rechtsstaat en alles zullen houden. Hoe dieper door het stof kan je gaan? En die mensen daarna nog afrekenen of wat zij in die periode daarvoor hebben gezegd, is vals. Is vals. Is het opjagen van mensen. Als ze dat niet hadden gedaan, had u wellicht een punt gehad dat. Maar ze hebben dat wel gedaan. Ze hebben gezegd, ik had dat niet moeten zeggen. Ze hebben gezegd, maar ik heb dat ook nooit zo bedoeld. Dat heb ik nooit zo bedoeld. Ik geloof ze ook, want er lopen geen racisten bij de PVV rond, zeg ik u. En om ze daarna nog de les te lezen, ook hier in de Tweede Kamer in dit debat, ja, is gewoon ontzettend vals. Nou, voorzitter, er lopen geen racisten rond bij de PVV. Zegt de man die hoogstpersoonlijk zei minder Marokkanen. Zegt de man waarvan de bewindspersoon met een spandoek geen Arnhemmistan rondliep omdat Arnhem een Marokkaans-Nederlandse burgemeester kreeg. En voorzitter, ja het klopt. Mevrouw Faber heeft een bewegingje gedaan tijdens de hoorzitting. Maar een totaal ongeloofwaardige beweging. Want ik heb de heer Wilders erop gewezen dat hij het was in 2008 die zei dat de leiders in Europa de Chamberlains zijn omdat ze het volk uitleveren aan de islam. Dat ze het volk laten uitdunnen. Dat het de heer Bosma was in een andere rol. Die zei de nationale omroep is de nationale propagandaomroep voor de omvolking. Dat we moeten strijden tegen de elites. Het is planmatig geuit.
En als je dan één keer tijdens een hoorzitting zegt, ik heb het niet zo bedoeld, terwijl het door de PVV doelbewust jarenlang in de ether is geslingerd als racistische complottheorie, dan ben je ongeloofwaardig en dan heb je inderdaad racistische denkbeelden, voorzitter. Voorzitter, als er iemand ongeloofwaardig is, dan bent u het wel. U pakt mensen die hebben gezegd dat ze dit niet hadden moeten doen. U noemt onze eerste vicepremier mevrouw Agema, want u was degene die haar en haar ideeën kwaadaardig noemde. Kwaadaardig. Weet u wat u zegt over iemand? Dat die kwaadaardig is? U zet een prijs bijna op haar hoofd als je zegt dat iemand kwaadaardig en racistisch is. Dat moet u niet doen. Dat is fout. En dat zal ik altijd, voorzitter, zal ik dat veroordelen en dat voor diegene opnemen. Afrondend. Voorzitter, dit is toch wel de grootste slachtofferrol van de man die er een sport van heeft gemaakt om 20 jaar lang iedereen in de samenleving, Nederlandse moslims, Nederlandse Marokkanen, rechters, journalisten, tot op het bot te beledigen. En dan hier gewoon een beetje huilie doen. Nou, voorzitter, de heer Wilders, in de politiek komt het ook voor dat als je jarenlang onrecht uit, dat je dan met gelijke munt terugbetaald wordt. En dat is wat er nu gebeurt, voorzitter. En ik blijf het staande houden. Als je, terwijl heel veel vrouwen zich op dit moment zorgen maken vanwege die uitingen van de PVV-bewindspersonen, of ze met een hoofddoek nog wel een plek hebben bij de Rijksoverheid, nog wel een plek hebben in dit land, dan maar een beetje sarrend gaat lopen tweeten, ja, dan ben je kwaadaardig. Als je dat soort dingen zegt over vrouwen met een hoofddoek, dan ben je kwaadaardig, voorzitter. En de heer Wilders die wil het misschien niet horen, maar het is zo. Ja, voorzitter, het spijt me echt. Ik kan de collega niet serieus nemen als hij mevrouw Agema, iedereen die mevrouw Agema kent, weet dat ze alles dan kwaadaardig is. En ik accepteer het ook gewoon niet van u. Ik accepteer het gewoon niet van u dat u mijn collega de vicepremier als een kwaadaardig iemand noemt. Als er iemand niet kwaadaardig is, als er iemand zich is die zich oprecht zorgen maakt om Nederland, om de mensen in Nederland, die het voor de vrouwen juist opneemt als het gaat om hun vrijheid en in die context die opmerking heeft gemaakt, die al dat hele jaar en dat hele leven vecht voor de ouderen in de verzorgingshuizen, voor de zorg en voor iedereen. Als er iemand deugt, is het mevrouw Agema wel. Dat u hier even een goedkoop nummertje maakt vanuit Denk om haar kwaadaardig te noemen, het is te laag en te vals voor woorden. Dank u wel. Doei. Doei. De heer Van Baarle van Denk. Dank, voorzitters. We waren vandaag getuigen, als ik even mag, lieve collega's. Ik kan begrijpen dat niet iedereen aan de rechterkant graag naar me luistert, maar het hoort bij het debat. We waren vandaag getuige van een dieptepunt in onze parlementaire geschiedenis. Met dit kabinet is 20 jaar aan haat, aan discriminatie die door de PVV is geuit, normaal gemaakt door dit kabinet en deze coalitie. En dat is een historische fout. En het maakt het nog erger dat er ook bewindspersonen in dit kabinet zitten die de meest verschrikkelijke uitspraken hebben gedaan in het verleden. En op hun eerste dag giftige uitingen deden over vrouwen met een hoofddoek. En van al die afspraken en van die uitingen is geen afstand gedaan. En er is niet genormeerd door de hoede van dit kabinet. Er is niet genormeerd door de heer Schoof. Ook door hem is er geen afstand gedaan van giftige en discriminerende afspraken en het bleef bij het uiten van algemeenheden. En dat is niet iemand die staat voor alle Nederlanders. En we waren getuigen van enorm amateurisme met getweet waardoor tijdens het eerste debat van deze premier het gezag van deze premier werd ondermijnd door zijn eerste vicepremier. Het is normaliseren van haat, het is schrikbarend amateurisme en voorzitter, daarom kan ik niet anders dan de volgende motie indienen. De Kamer gehoort de beraadslaging,
constaterende dat met de formele beëindiging van het kabinet de vertrouwensregel is ingegaan, van mening dat dit kabinet, gevormd door partijen die de beginselen van de democratische rechtsstaat niet respecteren en die blijk geven van islamofoob en racistisch gedachtegoed, dat ook tot uiting komt in uitspraken van verschillende kabinetsleden, überhaupt niet op het vertrouwen van de Kamer zou mogen rekenen, overwegende dat de Kamer al eerder heeft uitgesproken dat het respecteren van de rechtsstaat een niet onderhandelbare voorwaarde vormt voor de formatie van een kabinet, de motie Ouwehand 357-88-28, overwegende dat het normaliseren van het ter discussie stellen van de beginselen van de democratische rechtsstaat, van haat, racisme en moslimhaat, in strijd is met de eed en gelofte die alle Kamerleden en bewindspersonen hebben afgelegd. En dat het onvergeeflijk is dat coalitiepartijen en bewindspersonen zich hier schuldig gaan maken. Constaterende dat het kabinet ook in het debat over de regeringsverklaring heeft verzaakt om te normeren tegen uitsluiting. En dat verschillende bewindspersonen in hun uitingen hebben gepersisteerd in uitsluitende retoriek, onder andere met giftige aanvallen in de richting van vrouwen met een hoofddoek, zegt het vertrouwen in het kabinet op en gaat over tot de orde van de dag. En deze motie is mede ingediend door mevrouw Ouwehand.